Je zou die blokjes moeten hebben. Tadaa! Ja! Wow, ik dacht dat het niet goed zou komen. Hey, hallo man. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortis Ernaya spelen Fortresscraft Evolved. Yeah, vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. Yeah, we hebben er natuurlijk ook weer vet veel zin in. Ik wel. Hey, de M van Mortis. Alright. Oh ja, die was ik alweer vergeten. Staat er nog steeds. Ik kan precies zien vanaf waar ik hem gemaakt heb, hè? Moet ik nog steeds een streep doorheen zetten? Nee. Hoe jongen? Ja, we kijken altijd gewoon uit de andere hoek, dan lijkt het net een S. Wat? Nee joh, het is maar een M. Gaf maar een S in een andere berg, doe dat gewoon. In ieder geval, ja, ik heb dit. Zag je het? Dit. Hier, goed opletten, deze. Ik heb namelijk echt huge veel minecarts gemaakt. Ik kan er nog veel meer maken, maar ik moest wachten op de nickel plates. Die ben ik aan het bouwen. Ja, oké. Okay. Ik zal ze laten zien waar ze van pas komen. Weehoe. Alles automatiseren. Ja. Dus dit is onze loading station. We hebben natuurlijk al een beetje eraan gewerkt vorige aflevering. Maar nu een beetje laten zien wat het geworden is. Ik zal ondertussen die minecartjes in de hopper bij het depot gooien. Aha, kijk. Wat, al deze minecarts? Die moeten nog erop. Ik heb net namelijk een rondje escape, een rondje organic rock halen gedaan. Vandaar. En ja, hier komt dus alles binnen wat hieronder wordt gehaald. Of niet alles, maar in ieder geval alle ores. Dus dat is wel sweet. Dan wordt hier netjes geunload. Het is wel echt een... ik vind het wel vet hoor. Zo. Ja, het is wel nice geworden. Mooi symmetrisch ook. Al die karretjes. En hij kan aan de andere kant dus nog uitgebreid worden tegen die tijd dat we dat nodig achten. Kijk, het filtersysteem werkt ook helemaal chill. Ziet alles wordt hier netjes op kleur gescheiden. Het ziet er goed uit, man. En dan direct de bars in plaats van al die ores. Dat scheelt ook weer. Dat scheelt echt wel heel erg veel. Ja, dus dat is nice. En dit gaat helemaal naar beneden. Alles zit erop aangesloten. Behalve de... Hoe heet het? Liquid resin. Zit niet op aangesloten. En de biomass. Biomass. En de crystal. Toch? Maar de crystal is sowieso is op dit moment. Dat gaat zo snel op, dat moeten we de hele tijd opnieuw voor aanleggen. Moeten we er dan eigenlijk cutterheads op gaan installeren, zodat die... Dan gaan ze niet zo snel op. Staat hier te stoken, joh. Nou, mijn Arthur, die heeft een core nodig. Dat heb ik er niet. Op crystal moet ook een cutterhead per se, maar we zouden betere cutterheads erop moeten zetten. Ik heb laatst wel, toen hebben we volgens mij lithium en tin opnieuw opgezet. En daar heb ik wel van die cutterheads geïnstalleerd. Want dan gaan ze dus echt daadwerkelijk gewoon, gaat de hele, de oornode, zeg maar, de het metaal dat in de grond zit, dat gaat gewoon, dan haal je er twee keer meer uit. Dus dan gaat het de facto, noem je dat? De facto, ja. Hoe zeg je dat anders? Sneller gaat het gewoon. Nee, langer mee. Het gaat langer mee. Minder vaak hoef je dus nieuwe aansluitingen te maken. En dat is echt heel erg relaxed. Laten we gewoon een beetje updates doen en daarna... Ik denk dat het wel goed is dat je die extra karretjes erop gezet hebt, want ik zie ook dat er helemaal geen titanium en nikkel op dit moment binnenkomt. Dat viel mij ook al net op. Hoe denk je dat dat komt? Nou, dat komt omdat al die karretjes die worden al snel genoeg volgeladen, waardoor ze niet diep genoeg gaan om het nikkel en het titanium op te halen. Oh, maar in dat geval kan ik nog eventjes wat meer karretjes bij maken. Nou, die zijn natuurlijk nu nog pas net onderweg, dus ik denk dat het misschien nu wel... Nee, ik ga meer karretjes bij maken. Oké. Ik ga gewoon alle karretjes. Dan ga ik wel vertellen wat we straks gaan doen. Cool. Dat hadden we verzonnen. Hey, waar had iemand van jullie in de comments had, denk ik al een tijdje geleden gezegd. Ik durf niet de aflevering te noemen. Maar dat wij hebben helemaal geen spiderbase voor onze grote spiderbro. Wat? Waarom hebben we nog steeds geen spiderbase? Spiderbro base. Spiderbro base. Dus het is hoog tijd om die te gaan bouwen. Dus dat gaan we zo denk ik even doen. En dan moeten we daar nog even een stukje automatisering op zetten, want je moet die ook die Spider-Bro natuurlijk opladen. En een gun opzetten en zo, dus dat wordt wel even leuk. Dat kunnen we mooi zo doen. Dikke ketten, jongen. Bam! Ja, we hebben, er was ook een upgrade klaar, die ga ik lekker ophalen. Nice. Stiekem, missile defense. Dus misschien kunnen we wel Spider-Bro uitrusten met missiles. Ik hoop dat hij een beetje verantwoordelijker mee omgaat. We zijn al een hele poos niet aangevallen, viel me net op. Ook al staat de threat... Scanner op Red Alert, die staat wel, maar dit... Zou het niet gewoon te maken hebben? Volgens mij worden gewoon de hele tijd aangevallen, jeetje. Wat? Nederlands is moeilijk. Hoe doe ik Nederlands? Niet zo.
Doe het verkeerd. Collect Research. Intermediate Spider-Bot Defense. Nou, we kunnen dus nog helemaal geen goede Spider-Bot dingen. Die ga ik direct aanzetten, want dan wil ik wel een supergoede Spider-Bot. Dat wat je daarvoor nodig hebt. 12 Complex Experimental Pot en 15 Intermediate Experimental Pot. Complex en... En? De Intermediate? Intermediate, ja. IJzer en... hoe heet die andere mooie spul ook alweer? Lithium. Oh, we hebben geen IJzer meer? Maar misschien ligt het hieronder. Jawel, Intermediate. Ha, ik heb hem. Chill. Zal ik er nog eventjes bij gooien? Ik heb je toch wel enig idee wat we nodig hebben? Wat we nodig hebben? Ja, voor die research spots. Oh nee, ik dacht dat je daar nog stond. Ik kijk zelf wel even. Oh ja, of je om nieuwe aan te maken. Ja, dat is prima. Yes. En deze, Orbital Transpower, ja, die kunnen we wel doen. Die ga ik gewoon beginnen. Bam. Doe ik gewoon. Dan heb ik alleen... Oh wacht, maar er zit helemaal niks op aangesloten. Waarom staat het dan hier? Oh, dat geeft niet. Dat kunnen we gewoon zo doen. Plaats. Of twee dan. Het zal wel. En dan zetten we hier wat hoppers neer. Misschien een beetje meer ruimte maken hier. Kunnen we twee tegelijk researchen. Ook al gaan we waarschijnlijk dat niet echt doen. Oh, ik heb ook geen storage hopper. Ja, weet je wat is? Ik ben dus laatst doodgevallen. Of niet doodgevallen. Ik ben doodgevroren in het blauwe gebied. Heel dom. Maar ik was zo erg op zoek naar... Meer steen. Meer organic rocks. Ik heb al wat storage hoppers erbij gezet. Thanks. Spider-bro. Ah, nee, dat ben ik niet. Spider-bro. Gewoon bro. Human bro. Ja, you bro. What's up, you bro? Ja, doe jij die andere? Zal ik die ook even doen? Met die andere bedoel je die spullen andere erin leggen? Experiment pods. Ja, ik ben er vast al complex aan het bijmaken. Ik kan wel even... Ik doe wel even de koper en de tinnen erin. Koper en de tintjes. Oh ja, dan moeten we zo meteen even die andere bijmaken. Maar die, dat kan pas later. Komt vanzelf, dat draait wel lekker. Het gaat ik zal prima. Wel even kijken wat we voor die spirebase nodig hebben dan. Nice. Of moest je nog meer mijnkarretjes maken? Nee, ik ben wel weer even door mijn organic rock heen. Ik had wel echt binnen no time had ik er 60 gefixt. Dus het zijn weer 60 karretjes. Ik heb hoeveel karretjes zouden we nu ongeveer hebben? Ik denk iets van 110, 120 of zo. Oeh, we hebben nog een unknown material. Het zal wel een plantje zijn, want hij is 2. En het is een plantje. Nou. Ah. Oké. Okay. Het spel is zo voorspelbaar. Oeh, er zijn betere storage solar panel components. Solar panels. Wat? Nou, dat is iets voor later. MK5 battery component. Ik zie allemaal dingen, jongens. Wil jullie niet. Spiderbot core charger. Dat hebben we vast nodig. Wat doet dat? MK5 battery component. Het doet 4,5 miljoen power opslaan. dat is echt heel grappig. Nou, volgens mij heb ik de Spider-Bot dingen gemaakt. Dus nu moeten we 9 blokjes hoog zijn. Met een 5x5 onderkant. dat is echt heel grappig. Spider-Bot base component. Hardened PCB hebben we nodig. Die hebben we nog wel, denk ik. Ergens. 500. 15 bij 15 vierkant. Dan zal ik eens even kijken wat we dat kwijt kunnen. Nou, hier denk ik maar. 15 bij 15? Yes. Dat is echt enorm. Maar dat is, gaan we hier niet iets boven doen? Nee, ja, doe gewoon hier. Nee, ik heb het net dicht gegooid, want dat had niet zoveel zin meer. Oh, wacht, hier komt nog wel iets. Want hier komt nog een nieuwe power source voor de andere kant. Dan moet je weer achter verder bouwen of zo, denk ik. Ja, ik ben het continu aan het uitbreiden. Maar ik ben wel die blauwe bouwblokken zijn op. Oeps. Welke bouwblokken? Deze? Oh ja, ik heb ze niet. Ja, ik van dit steen. Laatst. Maar dat is niet zo erg, we vinden wel een vierkantje. Hmm. Van 15 bij 15 ook echt. Die productie van die fuel canisters gaat ook echt wel goed, hè? Ja, dat is niet geautomatiseerd nog. Ja, maar het zijn er gewoon 900, kun je gewoon uitpakken. Als we eigenlijk nog een keer gatten in de grond moeten schieten, dan hebben we het gewoon in één keer af waarschijnlijk. Ja, en dat is ook best wel ideaal, want we hebben natuurlijk ook vorige aflevering gingen we dat een beetje zo graven. En je hoeft dus echt alleen maar die fuel canisters mee te nemen. Dus helemaal geen stroom aan te leggen en zo. Dus je kunt echt overal gewoon aan het graven. Overal een gat in de grond hebben. No problem. Ik heb geen powercore van Arthur. Dat ga ik wel even fixen. Battery core. Battery core. Arthur solar panel ben ik waarschijnlijk ook kwijtgeraakt. Het upgrade pack, kunnen we die al hebben? Nee. Tenzij dat we
Volgens mij is dit wel goed. Volgens mij heb ik dit ook nog niet. Zo, prima. Ik ben weer helemaal, helemaal erbij. Ja, had je nou een idee over waar we het wilden bouwen? Want ik ben het even een beetje kwijt. Oh, daar. Ja, ik denk hier past het denk ik vast. We hadden het construction base moeten bouwen. Of iets dat je met construction base kon maken. Dan kun je natuurlijk gewoon echt zo door. Moet het hier komen? Moet die Falco dan weg? Ja. Oké. Oké. Nou. Dat is echt een hele goede Falco. Hij kan wel gewoon hier neerzetten. Nu maar hopen dat ik tot 17 kan tellen. En dat is... Dit zou 15 bij 15 moeten zijn. Binnen de lijntjes dan, zeg maar. Voor het geval je denkt, 17? Het was toch 15? Ja, nee, ik snap het. Maar je moet binnen de lijntjes kleuren. Althans, als je netjes kleurt. En bouwt. Je had het nog niet gebouwd, hè? Want dan ga ik dat even doen. Nee, sorry. Dat had ik misschien wel kunnen doen, maar... Dat had ik niet echt door. Oh, we hadden ook nog een nieuw teleport systeem. Oh ja, klopt. Dat heb jij aangelegd. Ik kan wel even laten zien terwijl je dat aan het bouwen bent. Een kreppel. Hoppatee. Ja, Sarah die heeft dit aangelegd. Dus hier kun je zien van, je kan hier naartoe. En dit gaat naar -320 enzovoort enzovoort verder. En het heeft eigenlijk wel... Zit hier iets in? Nee, hè? Nee, hier kan we nog een teleport erbij maken. Misschien eentje... Misschien is het wel handig om die aan te leggen naar de biomass... Zo, naar min 500 nog wat. Het idee was eigenlijk gewoon om elke 256 om dat te doen. Dus deze middelste staat nog op -320, omdat we dat was onze standaard teleporter. Dus die heb ik even nog in leven gehouden. Nee, die heb ik daar gemaakt inderdaad, want dat is heel handig, want daar kun je... Wat kun je daar ook weer? Daar ben ik het alweer vergeten. Daar zit ik denk dat daar rond die diepte de... Zit het volgens mij inderdaad nikkel en het tentaal of zo, zoiets. Ja, iets, dat soort dingen. In ieder geval spullen. Trant. Ja. Het idee is eigenlijk gewoon om een paar teleporters te hebben die je zelf kunt instellen. En dan gewoon elke 200 ook een teleporter. En dan altijd je ook heen en terug kan natuurlijk, want dat is ook wel zo fijn. Het is inderdaad erg relaxed. Hoppakee. En die 256 is vooral ook heel chill, dat is naar blauw. En daar kun je natuurlijk wat moeilijker kreppelen. Het is inderdaad echt een fijne plek om naartoe te gaan. Maar ja, dat ziet er echt chill uit. Ook netjes huisje erbij. En die kleurtjes zien er ook wel cool uit. Ja, volgens mij is het licht dat van die teleporters afkomt afhankelijk van hoe het er daar uitziet. Maar dat is een beetje een speculatie. Wie weet. Speculatie. Speculatie is wel lekker. Jawel. Zou ik hem erop moeten bouwen of niet? Nou, laten we hem er gewoon opbouwen. Bouw hem er maar op, joh. Dat is prima. Ik hoop dat ik wel kan shift of control klikken. Oh, gelukkig. Thank God. Ik ben hem overigens aan het bouwen. Ik zie het. Ik ben in de gaten aan het houden. Ik ben de opzichter in dit verhaal. Kon je het echt maar zo heel veel dingen tegelijk bouwen? Zo, maar ja, dan moet je gaan programmeren. Dan kun je inderdaad best wel machines bouwen die machines bouwen. Oh ja, ik heb denk ik niet goed geteld, want ik ben door mijn blokken heen. En man. Ik had het toch echt 225 gemaakt. Nou, dan weten we dat ook weer. Ik kan niet tellen. Maar betekent dit dan ook dat als je hem één randje ervan afsnoept, dat het wel goed gaat? Nou ja, dit is hem. Ja, ik ga dit eraf snoepen. Blok. Dat is wel, je moet wel, het hangt er wel af welk randje. Want hij is volgens mij gewoon niet vierkant. Ja. Gaat het nu goed? Ik denk het wel. Hier mist er nog één. En nu? Ja, nu moet dit randje nog. Want ik had, dan gaat hier echt iets helemaal mis. Waar mist er nog één? Ja, mij gaat het ook een beetje, fout. Ik krijg opeens een beetje last van niezen. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hier mis... Oh nee, wacht. Oh, je was al eruit gehaald. 5, 1, 2, 3. Ja, hier moet nog een raantje aan. Nee, die heb ik juist net weggehaald, want dat was 16. Dat toch? Moet 15 bij 15 zijn. Dus dit is 5, dan is dit 10 en dan is dit 14 en dan moet er nog één randje naast. Zo, ik kan echt niet tellen, blijkt wel. Ja? Nou ja, ik ben er ook nog. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 16. Nou, dan was die dus te lang. Dus dan gaan we deze eraf halen. Dat kan ik en weg. Dan. Dikke doei. Ja, daarom speel ik het spel niet alleen. Dan hoef ik niet alles te tellen. Ja, anders zou het wel een beetje te veel uitdaging zijn. Heb je nou bijgemaakt? Nu zou die 15 bij 15 moeten zijn. Oh, hè? Ja, we hebben allebei de randje eraf gehaald. Dat is. Maar nu heb jij ook een aantal van die blokjes opgepakt, toch?
Ja, klopt. Maar oké, okay, we moeten dit dan afmaken. Yes. En jij zou die blokjes moeten hebben. Tada! Ja! Wow, ik dacht dat het niet goed zou komen, maar het is gelukt. Kun je hiermee interfacen? Komt nu Spider-Bro aangerend van, oh, een baas voor mij, dankjewel. Eindelijk ook een huisje, yay. We moeten nu Spider-Bro eerst zindelijk maken, denk je? Dat hij op de boot gaat. Nee, je moet hem gewoon powercallen. Volgens mij is het idee dat je... Wow, deze unit. Oh, echt... waarom pak je ook nog uit? Enorm. Je moet gewoon een hoppertje opzetten en dan hem spullen voeren. Volgens mij lithium coils. En dan krijgt hij power van. Wat? Lithium wat opzetten? Coil. Gewoon zo'n opgewonden geweven dingetje. Dat, dat dacht ik. Lithium. Oké. Okay. Of misschien heeft hij tegenwoordig wel een ander ding wat hij nodig heeft. Oh nee, volgens mij moet je lithium coils voeren aan een apparaat en die maakt dan power cells. Zo. Ik ben weer lekker voorbereid. Oké. Okay. Ik zal even kijken. We kunnen vast iets craften. We gaan het wel even opzetten en dan... anders dan lopen we ook nog een beetje te durpen. Oh, heb je het al uitgezocht? Spiderbot Core Charger. Imbues lithium coils with energy. Spiderbot Core Charger. Oh ja, dus die kunnen we gewoon, bij het lithium neerzetten. Oh nee, coils. Dan moeten we zo'n coil fabricator maken. Ik maak al zo'n charger. Yes. Hebben we er eentje nodig? Ja. En dan hebben we zo'n coil ding nodig. Hebben we dat toevallig nog liggen? Spullen daarvoor. Waarschijnlijk hebben we een... extrusion plant nodig of zo, misschien en een coiler plant is sowieso nodig. Ja, draadjes maken en dan even ze de draadjes oppikkelen. Oh, het is een extruder plant. Oh ja, en dan achter moet dan een. Ja, dat heb ik precies goed gedaan. Chill. 3 van de 13 ore extractors are offline. Oh no. FML. Moest die nou een blokje tussen of zo? Mij wel. Dat je niet gelijk op die hopper aansluit. Of op de hopper aansluit. Oh, dit meen je niet. Ik heb gewoon te weinig lopende banden. Maar dat komt natuurlijk omdat ik doodgevallen ben. Daar heb je de autocraft voor. Heb ik nog lopende banden? 126. Ook niet echt veel. Oh, ik ben lithium voor je aan het ophalen overigens. Oh, maar lithium bars? Ja. Ja, dat heb ik ook al. Oh, ik doe het verkeerd. Oh, oeps. Ja, maar we gaan toch niet dat als arbeiders er zelf in stoppen. Dat gaan we toch gewoon even met een lopende bandje aanleggen. Zodat dat ben je aan het aanleggen. Oké, okay, sweet. Dus ik krijg gewoon zometeen over een lopende band dat aangeleverd. Dat is helemaal relaxed. Relaxed. Zal ik het hier ervoor doen? Ik doe het wel een beetje zo scheef. Ja, prima. Oké. Het is gewoon een blokje dat erachter komt te staan. Laat ik er dan ook 3 van maken. Dat is wel prima. En dan komt het hier zo. Even kijken, ik weet niet eens waar ik heen moet. Oh, ik doe het even via de onderkant, want... Ja. Ik ben er ook uit ondertussen hoor. Ik denk dat ik het zo ga maken. Wires into coils. En dan komt hier achter de extruder. En dan komt hier nog één naast, hier nog één naast. Zet ik er daar nog eentje bij. En dan... deze, die komt dan hier zo erachter. Oké. Ik wil kijken of hij het doet. Dan gewoon hier eventjes wat lithium in te gooien. Ondertussen wat meer van die machines bouwen. Hoppakee. Hey, daar is Spider-Bro. Die is hard op weg naar zijn nieuwe huisje. Oh, hij komt eraan. Ja. Heb je die ook weer eens gezien? Ik had een tijdje niet gezien. Nee, ik zag hem net nog zitten te durpen. Oh, we moeten natuurlijk nog even een kanon krijgen. Die kun je ook wel gaan maken als je nog iets zoekt om te doen. Ja, ik ben eerst nog even... blaster. Eerst nog even bezig met... met het aanvullen van de assembly line. Daarvoor hebben we nog zo'n coiler en extrusion plant nodig. Coiler. Top. Oké, dan hebben we nu 3. Ik weet niet waarom ik er 3 maak eigenlijk. Omdat dat een beetje je standaard recept is, toch? Waar komt die te zitten? Spider-Bro gaat tokken. Waar wil je dat het lithium er naar boven komt? Hier dus. Oké. Yeah. Ja? Yeah? Wow. Ja. Ah, thanks. Valstrik. Thanks, human bro. Human bro. Ik
vind Human Bro wel cool. Human Bro, doing what a human does. Ik kan helaas niet op het plafond lopen. Maar ja, ik ben ook een Human Bro, geen Spider Bro. Dat is dan... Hey, wil je nog liedje of niet? Of zal ik maar één stukje lopende band laten? Sorry Human Bro. Dit is in ieder geval bezig. Heeft hij nou ook spullen gekregen of heeft dit het al opgegeten? Wie zal het zeggen? Heeft dit ook power nodig? Ja. Even kijken, hoe zou ik het oplossen toch? Oh wacht. Bam. Solar panel. Opgelost. Zo, het liedje komt eraan. Wee. Eigenlijk is het wel het voordeel dat je nu gewoon zoveel van die bars en dergelijke hebt. Dat het helemaal niet erg is dat je gewoon 200 blokjes moet afleggen met de lopende band. Nou, er zijn er gewoon continu 200 lithium bars die daar liggen. Prima. Oeh, ik zie een rookwolk. Wat? Dan willen we iets verderop. Dan ligt daar weer zo'n neergestorte unit. Daar, oh ja, die kant op. Ja, die moeten we dan zo even ophalen. Ik had trouwens iets bedacht. Weet je wat, ik haal hem ondertussen even op. Ik had trouwens bedacht, want ik was vorige keer dus dood gegaan. En dat heeft dus nog steeds verstrekkende gevolgen. Al is het niet alleen voor mijn humeur. Was het bij deze dingen? Volgens mij wel. Dat je, als je dit die drop, die research dingen. Je kan niet echt dingen op de grond laten vallen, of wel? Nee, niet echt. Alleen als je het volgens mij in een hopper gooit en dan die kapot maken en zorg dat je het niet oppakt. Nou ja, maar dat kunnen we wel even testen. Hallo? Ja, daar gaan we. Dit gaat niet goed. Oké. Okay. Probeer even snel terug te grappelen, maar het is nog lastiger dan het zou moeten zijn. Hop. En dan hier naartoe. Nou, dat is wel echt veel beter geworden in grappelen dan toen ik begon met het spel. Dat is positief. Waar zijn die units? Ik heb hem toch opgepakt? Waarom staat het niet in mijn... Oh, dit is hem. Ja. Die transfer. En als je dan doodgaat, dan kun je van heel ver af aan kun je gewoon dat ding zien. Maar kun je het ook door de muren heen zien? Vraag ik mij af. Nee. Maar je kan het wel... Het is wel echt wow, dit valt wel echt heel erg op. Het is wel lekker duidelijk, hè? Oh, dan komt die Falco die gaat oppakken. Dat mag niet. Dus ik stel voor... Want het zijn echt iets van 3 research points, toch? Ik stel voor dat we gewoon deze in ons inventory gaan dragen. Yes, dat lijkt mij een supergoed idee. Dat is een beetje hacksourced, maar... Hey, ik bedoel... We moeten wel meer zonnepanelen op. Dan heeft 33.2 pps nodig. Maar dan moeten we de Mark II zonnepanels maken. Die zijn gewoon awesome. Ja, misschien is 1 coil de maker ook wel genoeg. Nee joh. 2 zonnecellen ernaast en dan oké. Ik voer ook maar 1 dingetje aan met het lithium, hè. Zal ik even de Mark II solar panels proberen? Kijken of dat echt huge moeilijk is om te doen. Ja, dan ga ik ondertussen kijken of onze research al bijna klaar is. Want okay. Ik wil graag die betere gun op onze Spider Bro zetten. Betere gun, klinkt inderdaad wel echt awesome. Ook al moet ik zeggen dat de defense echt makkelijk uithoudt. Even kijken, wat staat er? Solar... Dit zijn solar panel components. Solar panel Mark II components. Ja, je moet ze in een 3x3 bouwen. Dan hoop ik wel. Het zou minimaal 9 keer zo goed zijn als die andere. Want anders heeft het ook niet zoveel zin. En je hebt solar panels, 3 solar panels voor nodig en crystal clocks. Hebben we nog een... Ja, we hebben best wel genoeg... We denken dat we wel genoeg van die crystal clocks hebben. Crystal clocks. Click clock. Ja, dat is wel alles wat we hebben. Prima. Dan gaan we even proberen om dat te maken. Zou ik genoeg van dit hebben? Nee, ik heb heel veel crystal deposit nodig. Om solar panels te bouwen überhaupt. Ja, dat heb je waarschijnlijk niet. Dan kan ik je wel even nee, geven. Ik heb hier nog 100 gevonden. Dat ga ik wel gebruiken. Ik heb... wil je niet nog meer? Want ik heb 2.8k. Achter je. Thanks. Ja. Ik heb het... Ik ben aan het spammen, dus je kunt meer pakken. Ja, dat doe ik op aan mijn kant, maar de server die trekt niet zo goed. Server vindt dit moeilijk. Oké, dan doen we het wel af. Hé, dat is niet wat ik wilde. Maar nu heb ik... ik kan het in ieder geval nu maken. Ik moet wel nog een klein beetje lithium erbij doen. Zo. Het is wel ideaal, zo'n muur met hoppers die gewoon alles uit kan pakken. Oh, nog eentje van deze. Oh ja, omdat we niet meer hoeven te smelten hier, hebben we de capaciteit ook wat vergroot. Eerst hadden we hier gewoon die 9 hoppers staan, maar er staan nu nog 2 keer 9 achter. Dus nu kunnen we 3 keer zoveel ook opslaan voordat het hier, allemaal dicht loopt. Ik zal het laten zien waar zij het over heeft. Dan is het gelijk duidelijk. Hierachter werd dus normaal gesmolten en nu is het hier gewoon meer opslagruimte. Kijk,
Al deze opslag. Super chill. Ik ga lekker doorsmelten. Al die spullen. Meer spullen is meer beter, dat weten we allemaal. Dus. Dat inderdaad. Het zou zo een aflevering kunnen zijn van de titel. ik kwam hier deze... Laten we hier deze solopanels bouwen? Ja, laten we gewoon dat doen. Het is gewoon een beetje asociaal, maar maakt het niet echt uit. Beetje asociaal. Het is gewoon een beetje... Dan dek je dit zo in. Maar dat geeft niet. Bam. Het ziet er wel echt slik uit, hoor. Praise the sun achievement. Nou, dat is goed. Wat is dat? Dark Souls reference of zo? Ik zou het niet weten. Zoals een reference naar iets. Mocht je echt weten wat de reference naar is, let us know. Ik voel me echt... ja, nee. No valid hoppers found. Oh. Attach all conveyors. Blocked or missing. Attempting to drop spider into water. Onze lab heeft meer energie nodig. Oh, deze dingen die zijn... Nee. Ja... Een beetje van deze nodig. Nu gaat hij ze bouwen. Hier, spiderbot core. Oeh, die ziet er cool uit, zeg. Ja, en nou zou ik hier wel gewoon eventjes iets kunnen bouwen. Zo, doe hem op de lopende band. Stop daar maar in. Spiderbro eet dat ding op. Die heeft nu 1000 power. Oh, dat werkt een beetje hetzelfde als met die fuel canisters. Dat je gewoon vet veel van die spullen erin moet gooien. En dat het dan dat hij dan klaar is of zo? Ik weet niet hoe het zit. Ja, hij laat gewoon op door dat ding. En dat is wel prima. Hij kan waarschijnlijk best wat eten of niet. Maar hij moet nog een gun. Nu kan hij zijn energie nog niet gebruiken. Wacht even, mijn power cell zegt... Oh, hey, dat is raar. Illegal placement. Ja, hij zegt je moet ze plaatsen op... Laboratory, Mark 4 of Mark 5 batteries of refineries. Nou ja, zeg. Nou, dan gaan we dan plaatsen we wel op een laboratory en dan halen we daar vandaan wel een paar solar cells. Heb je nou die 9 opgepakt? Ja, soepel. Alsjeblieft, hè. Ik zal het voor je plaatsen. hoe ziet die eruit? Laten we daar gewoon, dat doen we gewoon een ander keertje. Gaan we daar wel eventjes een. Mee experimenteren. Want ik denk dat we dat gaan doen voor deze aflevering, anders lopen we ook zo enorm met de tijd. Ik hoop dat het volgende keer. Het ziet wel gevaarlijk uit dit. Het is niet gevaarlijk. Maar het ziet er gevaarlijk uit. Maar het is niet gevaarlijk. Ja, ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik ga sowieso nog even hier een awesome plaatje van bouwen. Want het is altijd lastig om een goede thumbnail hiervoor te vinden. Voor deze serie. Maar dit is wel echt een awesome plaatje. Een beetje uitgezoomd. Kan ik goed inzoomen. Dan zie je de randen niet zo. Spiderbro, kijk eens deze kant op, man. Spiderbro, hier. Komt ie. Oké. En fototijd. Oh ja. Oh. Fotobom. Fotobom. Wat ben je? Fotobom. Je mag er ook wel op, hoor. Anyway, dat gaat het doen. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je het een leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. En een comment. En een comment. Ja, ik hoor altijd graag jullie comments. Wat je ervan vindt. Wat je denkt dat beter kan. En ik hoop je gewoon al te zien in de volgende aflevering. Tot ziens. Tot ziens.